En nu de weersverwachting van de meteorologische dienst. Die duurt tot en met morgen 4 uur. Gedurende de avond en nachtelijke uren zal het lokaal bewolkt zijn. In het binnenland is er kans op enkele lokale buien die soms gepaard gaan met onweer. Aan het einde van de nacht ontstaat in bepaalde gebieden nevel en of mist, vooral in bosrijke gebieden. Morgen woensdag 4 oktober, gedurende de morgenuren, is het lokaal tijdelijk bewolkt met zonnige perioden. Gedurende de vroege middag is er een toename in perioden met verspreid lichte tot soms matige buien gepaard met onweer en windstoten. Enkele kortstondige zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. Deze verplaatsen zich geleidelijk naar het zuiden van het land naarmate de dag en vooravond vorderen. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen 4 oktober de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 37 graden Celsius. Tijdens de middag komen er perioden voor met verspreide onweersbuien die mogelijk matig tot kortstondig zwaar kunnen zijn.